blijkt dat onze maatschappij gedurende het afgelopen jaar een netto winst gemaakt heeft van 17.210.000 francs. We hebben dit jaar 17 miljoen winst gemaakt. Jongen, meneer, dat is kolossaal. Tja, zo zijn we nou. Mijn waarde Verdier, uit dit langdurig applaus blijkt wel het beste onze waardering voor u. Het is nauwelijks 7 jaar geleden dat onze industrie ten dode scheen opgeschreven door de actie van onze Amerikaanse concurrenten. Dankzij uw enorme werkkracht maakt onze onderneming op het ogenblik een bloeiperiode door, zoals ze nog nooit tevoren gekend heeft. Wij kennen uw bescheidenheid, maar u zult moeten toegeven dat u degene is die ons gered heeft. Wij hebben ze gered. Het is eenvoudig kolossaal, meneer Pibou. Tja, ja. Wat was u destijds? Een eenvoudig employé, zoals we er duizenden hebben. Maar wij zagen wel in dat in deze eenvoudige employé een groot leider stak. Mijn waarde vriend, ik weet dat u geloof hecht aan de oprechtheid van mijn woorden. Maar meer nog dan door woorden acht ik mij gelukkig u een schoner bewijs van mijn hoogachting te kunnen geven. Meneer heren, zoals u weet zal binnen enkele dagen, de 8e mei, mijn dochter Regine in het huwelijk treden met onze directeur Jean Verdier. We gaan trouwen. Oh, meneer Piboule. Als ik we zeg, dan moet je toch begrijpen dat ik hem bedoel. Oh. Meneer de president, meneer, ik ben geen man van veel woorden en daarom zal ik kort zijn. Ik hoop u door het nog sterker opvoeren van onze productie het antwoord te kunnen geven op uw loftuigen. Daarvoor sta ik u borg. Evenzo sta ik u borg, meneer de president. En ik verklaar dit in het bijzijn van al mijn vrienden, dat ik het levensgeluk zal weten te verdedigen van degene die u mij toevertrouwt. Ja, zo zijn we nog. Hoe? Het is afgelopen. Dus toch vanavond niet wegen het theater? Ja, het is toch loge 5, niet? Loge 5, we zullen ongeveer 8:30. Ik ben er iets eerder om u te ontvangen. Uitstekend, dat kun je. Vlug maak voort, anders komen we nog te laat. Ach wat, het theater is vlakbij. Laten we je eerst nog eens bekijken. Je ziet eruit als een engeltje. Denk je dat hij mijn toilet mooi zal vinden? Die moet nog maar kieskeurig zijn, ook op zijn leeftijd. Ik heb je al eens eerder gezegd dat... Nou, ik mag toch zeker wel zeggen wat ik denk. Oh, het is waar, ik heb je opgevoed. Je bent zo goed als mijn eigen dochter. Ik zou een andere man voor je hebben uitgekozen. Ja. Het is waar dat die meneer Verdier geen slechte partij is, maar je moet niet vergeten dat hij meer dan 20 jaar ouder is dan jij. Ik ben helemaal niet zo romantisch als andere meisjes van mijn leeftijd. Toen mijn ma stierf, was ik nog heel klein. Ik heb nooit iemand anders gehad dan vader om mij uit te spreken. En ik weet heel goed dat we zonder Verdier op het ogenblik geruïneerd zouden zijn. En dan, Verdier is een man die durft, dat heeft hij bewezen. Ik bewonder hem en ik ben er trots op zijn vrouw te worden. Trots, trots. In mijn tijd was zoiets een vlaag van waanzin. Meneer wacht beneden op u. O, zeg haar vader dat ik direct kom. Programma. Ben je wel laat? Nee, helemaal niet. Ga zitten. Merci. Wil u hier zitten? Nee.
dan Cecilia Fidor vanavond? Ik weet het niet, zal even kijken. Ja. Mag ik het even hebben, Jean? Wat betekent dat? Wat? Dat. Wat is het? Oh, niet. Nee, het programmameisje heeft er zeker iets opgeschreven. Nee. Hallo. Hallo? De keten is niet meer verbroken. 21. Ja, wat zegt u? Ik begrijp u niet. Ik moet u een boodschap overbrengen. Wil u even luisteren? Nee, nee. Wachten, wachten. Eventjes mijn papiertje erbij halen, zo. Hier heb ik het. Nou moet u goed luisteren. U wordt verzocht om morgen, staat u goed? Morgen. Om 2:15 aan de Gare du Nord de trein te nemen naar Rotterdam. Rotterdam. Als u daar aankomt, ik bedoel Rotterdam, dan zal daar aan het station iemand op u wachten. Een Chinese vrouw. U kunt haar natuurlijk dadelijk herkennen. Ze heeft zo'n Chinees kleedje aan. Ja, wil ik het nog even herhalen, want het is al laat. In de eerste plaats spreekt u niet met meneer Verdier. U spreekt met zijn bediende. Meneer Verdier is op reis. Hij komt niet eerder terug voor... Er wordt gezegd dat het niet netjes staat om te liegen. Wat? Dus ik herhaal. U moet morgen om 2:15 aan de Gare du Nord de trein nemen naar Rotterdam. En aan het station zal een Chinese vrouw op u wachten. Goed begrepen? Oké. Hallo. Hallo. Herken je zijn stem? Ja. Je schijnt nogal onder de indruk te zijn, hè? Hou je mond! Waarom laat je Verdier naar Rotterdam komen? Omdat ik daar zelf naartoe moet. Orders van Londen? Orders van Londen. Hè? Ja. Ah. Weer een boot die in de brand vliegt. Kapitein erin laten tippelen, hè? Ik ken je trucjes. Je praat te veel, Francis. Het brengt ongeluk. Begrepen, je vee? Bemoei je liever met Verdier. Hij moet komen, begrepen? Ah, een afspraakje, hè? En daarom moet ik komen. Oh, ik zeg niks, ik zeg niks. Maar als hij nog niet komt? Hij komt. Natuurlijk komt hij. Maar je kunt toch nooit weten... Als hij nou niet komt. Dan lever jij hem aan mijn vader uit. Die twee hebben nog wat te verrekenen. Ja, ja. Tegenwoordig. Het is net of jullie een stuk ijs hebben ingeslikt. Ik hoef jullie zelf niet eens meer te bewaken.
Zoals mijn moeder zalige me dat altijd heeft gedaan. Veronique. Juffrouw, meneer Verdier. Vraag meneer of hij hier komt. Nou, dan zal ik maar weggaan. Ik had er anders wat voor over gehad, als ik wel op jullie had mogen passen. Regine. Hallo, Jean. De architect heeft me alle tekeningen gegeven betreffende klinieken zoals de onze. Ik vind het heerlijk om iets voor de mensen te kunnen doen. Het geeft me zo'n gevoel dat het ons huwelijk nog inniger zal maken. Engel, maar je denkt veel te veel van. Je bewondert me, dat moet je niet doen. Ik heb toch ook mijn fouten en zwakheden zoals ieder mens. Weet je, mijn leven is vroeger heel moeilijk geweest. Ik heb moeten vechten en doorzetten. Ik heb het ook arm gehad en heel veel verdriet. En daarom vind ik het zo prettig iets voor andere mensen te doen. Ach, dat neemt toch niet weg dat ik je bewonder. En dan te denken dat ik van alle vrouwen, juist jou. Ik vraag me soms wel eens af of jij wel ooit echt van mij zou kunnen gaan houden. Jij bent zo mooi. En vooral zo jong. Terwijl ik... Jean. Eindelijk. Nee, haast jullie me niet hoor. Wat is er? Er is een meneer die meneer Verdier in de telefoon vraagt. Mij? Wie? Ik weet het niet, hij wou zijn naam niet zeggen. Hij zei alleen maar dat ik u zeggen moest dat het om een afspraak in Rotterdam ging. Blijft hij wachten aan de telefoon? Ja, als het tenminste niet te lang duurt. Zeg maar dat ik even hier ben geweest en direct ben weggegaan. Goed, meneer, ik zal het zeggen. Dat ik op mijn leeftijd nog moet liegen ook. En vervelend dat ze me hier komen storen tot bij jou. Het zijn mensen die... die mij een scheepslading mineralen willen verkopen. Zullen we de bouwplannen samen doorzien? Wat is er? Wat denk je aan? Nou, nergens aan. Ik herinner me plotseling dat ik een afspraak heb. Dat vind je toch niet erg, wel? Ik kom vanavond terug. Goed? Ik zal het wel moeten goed vinden. Ik weet toch hoeveel je te doen hebt. Wie heeft die brief hier ingelegd? Ik. Jij? Ja. Ik heb hem vanmorgen van de conciërge gekregen. Hij heeft hem in de bus gevonden. Dank u. Ja. Gek, Ulrich, we kunnen gezien worden. Mag ik je dan niet eens meer een zoen geven? Hier niet. Maar
Mattia. Je hebt me toch beloofd dat... Zeg je nog eens hier niet. Anders van Londen. Zo. Wat is er? De datum is vervroegd. Ah. Of wanneer? Vannacht. Ah. Voor we uitvaren? Ja. Eigenaardig idee. Voordat je het weet hebben we de brandweer aan boord om dat zaakje te blussen. Niets aan te doen, alles en orders. Je hebt erom gedacht brandvrije goederen tussen de lading te stoppen. En je gebruikt zelf de brandbommen als er... Londen zal je de premie direct opsturen. En jij? Wanneer rekenen wij af? Morgen. Hoe laat? Zo laat als je wilt. In de voormiddag word ik natuurlijk verhoord wegens de brand. Laten we zeggen tegen 4:00 uur. In Hotel de Phoenix. Om 4:00 uur. Goed. Verdomme, je liegt. Ik weet heel goed dat jij een hut gereserveerd hebt. Op de Imperator. En dat hij om 3:00 in Argentinië heeft vertrekt. Jij smeert hem, hè? En niet alleen. Ik heb hier voor 2 personen. Wie gaat er met je mee? Zeg op! Zijn mijn zaken! Intussen kan ik zitten tellen tot je terugkomt, hè? En het vogeltje is gevlogen. Maar ik verdomme het. Ik laat me niet langer in de luren leggen. Mattia, afrekenen zal je. En vandaag nog. Laat me los! Mattia, je bent zo mooi. Ik hou van je. Laat ik het vallen! Waarschijnlijk zal hij naar je toe komen. Als hij je wat vraagt, geef je geen antwoord. Maar je brengt hem direct hierheen. Ga maar. Ja, hier? Ja? Meneer Rotterdam? Ja, ja, wacht even. Neem papieren potlood. Nou, vlug. Dag, heer Hammer. Ja, het is aan de hand. De bestelling wordt vanavond uitgevoerd. Nee, zonder twijfel. Schitterend vuurwerk op de Santa Cruz. Nu doe ik u een bestelling. Noteert u even. 1732. 1732, 14 streep. 1525 streep. 14 streep. 5452 Hamburg. 2932 Barcelona. 21. Ja. 21. 21. Ik lever u Verdier uit. Gaat u binnen. Maar ik begrijp eruit dat we ze allemaal moeten oproepen. In Londen, Hamburg en Barcelona. Mijn heer, de wethouder is er. Goed. Stop. Dit is alles. Vlug, allemaal. Mijn heer, kom dadelijk.
Meneer Gérard, mijn excuses dat ik nog zo laat kon storen. Meneer Gérard, BMW dragen mij op, mede namens de hele gemeente, u te danken voor uw edelmoedige gift van 5000 francs voor het schoolfonds. Helemaal geen dank, dat heeft toch niets te betekenen. Wil u wat drinken, meneer de wethouder? Oh nee, dank u, kapitein. Meneer Gérard, nogmaals hartelijk bedankt. Heeft hij nog altijd zo'n pijn? Ja, hij komt zijn stoel niet meer uit. Ach, dat is toch wel heel erg. Zo'n goede man. Ja, de goeie zijn altijd de dupe. Direct. Het zal tijd worden. Dat gaat zo makkelijk niet. Maar denk erom dat jullie hem uiterlijk 11 uur bij me brengt. Pas maar op. Wat zal ik jullie betaald zetten? Betaald zetten? Vraag maar voor. Ons aangeven. Dan ga je zelf ook aan, jonge dame. Je doet wat ik zeg, begrepen. Je verleden is ook niet helemaal zuiver. Nee. Daar heb jij wel voor gezorgd. En bovendien, je weet wat je te wachten staat. Als je ons aangeeft. Zelfs al word je van rechtsvervolging ontslagen. Dan zijn er nog wel anderen die je weten te vinden. Je wist hoe het wel lak kan. Nou ja, hou hem op. Eerst moeten we nog met Verdier afrekenen. Dat moeten jullie weten. Maar vergeet niet dat ik het hele plan heb opgezet. Door Rotterdam niet lukte, heb ik iets anders bedacht. Ja, dat heb je goed gedaan. Denk erom dat ik hem levend in handen krijg, want anders... Want anders? Wat? Dat zou ik maar afwachten. En dat tegen haar eigen vader. Wat let me of ik... Sla me niet. Krapul. Je dochter. Zo je ziet is volgens afspraak morgen alles klaar. Dat is maar goed ook. Overmorgen trouwen. En, ben je tevreden, Regine? Meneer heeft een hele huis ondersteboven gehaald. Alleen om het jou naar de zin te maken. Oh, het is prachtig. En niets vergeten. Zelfs een grammofoon. Ja, en het nieuwste systeem. Dank je, Jean. 10 mei 1926. 10 mei 1926. Hé, wat gek. Wie heeft die plaat hier naartoe laten brengen? We hebben op de reclameafdeling een proef laten maken en er maar iets op laten zeggen. Wilt u misschien even zien hoe ver we zijn in de salon? Graag. Ga je mee, Jean? Nee, ik kom zo. Moment. Heren, is een van jullie bij dan die grammofoon geweest? Ja. En is hier niemand binnengekomen toen u hier was? Geen mens, meneer. Ja, toch, uw secretaris. Ah. En direct erop kwam de juffrouw met mijn patroon. Maar we zijn pas een uur hier, dus het is best mogelijk dat van tevoren een uit de salon hier geweest is. Hm. Anders nog iets, meneer? Nee, dank je. Victor, François. Neem me niet kwalijk, de stem van mijn baas. Ik heb zo even naar die plaat van jou geluisterd. Plaat van mij? Wat ja, die plaat die je zo even hier hebt neergelegd. Heb ik een plaat hier neergelegd? Ja, je bent toch zo even hier geweest, niet? Maar meneer, ik weet nog geen plaat. Ach, kom. Ik heb u overal gezocht en toen zei de bediende tegen me dat u beneden in het souterrain het schrijfschieten was. Zo, dus als je me denkt te vinden in het souterrain, dan zoek je op de eerste etage. Nee, omdat u niet in het souterrain was, ben ik naar boven gekomen. Hmm. Voilà. Maar juffrouw Regine heeft naar u gevraagd. Zeg maar dat ik direct kom. Goed, meneer.
voor 3 dagen. 'Snachts 12 uur. Is het verjaard. Nee, ze krijgen me niet. In 3 dagen in Parijs. Hé, en af en toe om Jeffrey Barris. A Parigi fa 3 giorni. Va bene. Ik heb jullie hier laten komen omdat we ons oordeel uit zullen moeten spreken over een van onze leden, nummer 21. Hij was een van de eerste die zich 11 jaar geleden in Marseille als lid opgaf. Maar nadat diverse dingen gebeurd waren, heeft hij ons verlaten. Willens en wetens heeft hij de keten verbroken. Waardoor artikel 2 op hem van toepassing is. We hadden al lang gedacht dat hij helemaal van het toneel verdwenen was, toen we hem plotseling, enige weken geleden, hier in Parijs ontdekten. U zult dadelijk zien dat het beslist noodzakelijk is, nog voor vanavond 12 uur, een oordeel over hem te vellen. Wauw. We zullen u de laatste balans geven van de maatschappij waarvan nummer 21... Jean Verdier, directeur is. Jean Verdier, der Großindustriel. Precies. No. De hele dag probeer ik om je even alleen te zien. Het is bijna onmogelijk met al die mensen. Regine. Regine, wat betekent dat toch om zo weg te lopen? Iedereen vraagt naar je. De generaal Marc naar de jij lang het pak? 6 jaar. En weet je nog niet wat de citroenpers is? Hier, pak aan. De noodhulp is ook weer niks. Ik heb in de krant gelezen dat Verdier vandaag trouwt. Dat zal hem niet beletten straks hier te verschijnen. Gelooft u werkelijk dat ze hem kunnen dwingen zijn vrouw in de steek te laten? Zijn gasten? We hebben onze maatregelen genomen. Om hem te dwingen de deuren te gaan, hebben onze mannetjes hem een valstrik gespannen. Een van hen, dat Buron, de handigste van allemaal, is in het pakje van een huisknecht zijn huis binnengegaan. De anderen hebben zich in het park verstopt. Moet ik er nog bij vertellen dat er een paar zich vermomd hebben als politieagenten? Ha, dat is geweldig. Dat is werkelijk de eerste keer dat de politie met ons samenspant. En zo zullen we dat zaakje wel opknappen. Wat doen we nou? Wachten, Tabiron is binnen en moet Verdier naar buiten proberen te krijgen, zonder schandaal. Zonder schandaal? Daar zul je wat van beleven. Maak eens even een jamfish cocktail. Heerlijk. Weet je niet hoe je het doen moet? Oh, zeker, ja, dat wil zeggen. Dat wil zeggen nee. Kun je martini maken? Oh, dat makkelijk. Nou, gin en? Nou? Je bent nog nooit in het vak geweest, mannetje. Wat kom je eigenlijk doen? Werkloos? Drie kinderen en een zieke vrouw. Ah, nou, enfin. Ik wil niet hebben dat je 50 van misloopt, maar blijf niet hier, want je staat ons in de weg. En dan is er toch al zo weinig plaats. Maar ik kan niet weg. Waarom niet? Och, politie. Huh? Oh ja, zeker om al die juwelen hier, hè? Nou ja, blijf er maar. Ja, maar zou ik dat niet kunnen bedoelen? Nou, natuurlijk, bij gang. Ja, maar vergeet niet voor je weggaat me je adres te geven. Het is altijd wel eens goed als je iemand bij de politie kent. Je weet nooit waar het goed voor is, hè? Huh? Inderdaad. Zo, alsjeblieft. Dat is niet moeilijk. Thank you.
Dat is de liefde, Evangeline. Mijn patroon is al 8 dagen zo nerveus. Hij moppert, hij schelt. Ja, wat wil je? Is de liefde. Ik heb je lief, Evangeline. Zijn alle uitgangen bewaakt? Ja. Denk erom, maar mag in geen geval ontsnappen. Nee. Jij gaat terug in het huis en wacht tot de meeste gasten weg zijn. Denk aan bevel. Geen schandaal. Als het ogenblik gunstig is, vraag je Verdier of hij je volgen wil. Maar denk erom dat zijn vertrek onopgemerkt moet blijven. Oké. Nou, dat hebben we ook maar net op het nippertje gehoord. Ja, als je nou toch eens goed nagaat, dat hij anders morgennacht om 12 uur vrij zou zijn geweest. En dan hadden we er glad naast gezeten. Het past maar op. Als hij er nou nog tussenuit knijpt, dan zitten we er toch naast. Wees maar niet bang. Hij zit als een rat in de val. Niet eerder. Waarschuw je Regine. Zeg dat ik hier ben. Wacht op je. Wacht op je. Wacht op je. Wacht. Mag eens vragen. Het is allemaal in orde. Ze hebben hem te verstaan gegeven wat hij horen moest. Dus hij komt straks naar buiten aan jou om te ontvangen. Je bent gewaarschuwd. Begrepen. Regine, zo gauw je van de huwelijksreis terugkomt, kom je bij me dineren hoor. Ja. Maar hebt u mijn man ook ergens gezien? Wat is dat? Laat je hem zo uitknijpen. Het is je niet, de chauffeur is ingericht. Dat is de linker. We nemen hem mee naar zijn buitentje en weg ermee. Als hij dan niet mee schrijft. Hey. Jean. 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 Jean, waar ben je? Hier, een valstrik, hè? Hoe kan je dat nou zeggen? Je bent hier onder vrienden. En wij wat voor vrienden? Na pomeni, skarbe vada, skardati, mne pevada. Ja, die ongeluk.
Würstchen und Senf dazu. Fabelhaft. Mara, sind wir hier ja absolut freilich? Absolut. Na, schon gut, Mann. Als die Polizei hier uns so wittend te vinden. Niet zo somber. De politie heeft ons nog nooit te pakken gekregen. Hier niet en bij jou in Duitsland ook niet. Stimmt. Sogar niet in Panama. Mag ik even, kaptein? Aan tafel. Kom maar door. Kom maar door. Doe maar even je taartje, jongen. Eerst onze gast. Onze vriend, hè? Denk meneer zo haast. Je zal me betalen voor die doppertjes. Здравствуйте, я Вальбович. Hello, John. How do you do? Come stato Paolino. Stets voyer, Signorina. Signorina. Naam Gunther. En? Heeft de notaris de papieren gebracht? Hier zijn ze. Eindelijk. Dus, afgesproken? Ik zal het wel in orde brengen. Uitstekend. We gaan beginnen. Ga zitten, heren. Vlug alsjeblieft. Mao. Opruimen. Ophouden met die muziek. Op met de muziek. Maar kom, zeg op. Waar ben ik hier? Heb ik toch gezegd? Bij vrienden. Ik wou kokkie. Zou ik denken. Vanavond, klokslag 12, zal het precies 10 jaar geleden zijn dat Verdier Vicarti vermoorde die bij ons ingeschreven stond als nummer 14. Een douanebeambte die was komen toelopen, werd in het water geduwd en verdronk. We hebben destijds alles gedaan om Verdier er buiten te houden. En daar Vicarti die nooit op goede voet gestaan had met de douane en ze allebei dood waren, was de zaak daarmee afgelopen. Gelukkig voor Verdier dat een van onze mensen het van verre gezien had. Want nadat Verdier was weggegaan, vond hij op de plaats van de moord zijn horloge dat hij tijdens het gevecht verloren had. Dat horloge zou onder zijn belangrijke aanwijzing zijn geweest voor de politie. Hier is het. Maar een gedeelte van de ketting waaraan het horloge bevestigd was, werd later door de politie onder het lichaam van Vicarti gevonden. Dat had nog lelijk voor Verdier kunnen aflopen. Ach, maar dat is dat toch niet meer nodig? Die politie had toch die zaak afgegeven? Opgegeven wel. Maar volgens het wetboek van strafrecht verjaart een dergelijke zaak pas na 10 jaar. Wat bedoel je daarmee? Dat wil zeggen dat Verdier dus pas op 11 mei 1936 klokslag 12 vrij zal zijn. Ja, maar dat is vandaag. Dat wil zeggen over 1 uur en 38 minuten. Maar als de politie Verdier dus nu nog te pakken zou krijgen, is die dan nog strafbaar? Alsof het gisteren gebeurd was. En precies om 12 uur is die dus absoluut vrij. Na 12 uur kan niemand er meer iets doen. 10 jaar. Maar dan zou ik... Siem, Voisim, Jebet. Lala! We hadden Verdier destijds een pas verstrekt om naar Italië te gaan. Niet tegenstaande hij nog maar kort bij ons was, gaf hem toch een belangrijke opdracht waarvoor hij naar Napels moest. Deze opdracht is nooit uitgevoerd. En het resultaat was dat een belangrijke zaak voor ons verloren ging. En dat twee van onze mannen, die niet tijdig genoeg gewaarschuwd konden worden, in Cairo gevangen werden genomen. Daarmee had Verdier dus zijn eed gebroken die hem levenslang aan ons bond. Fijn, laat hem binnenkomen. Meneer, we zullen het verhoor beginnen. Prijs je niet,
Jan. Gezelligheid kent geen tijd. En toch zal je ze eten, die doppeltjes. Je moet boven komen. Herken je ingeschreven te zijn als nummer 21? Ja, dat herken ik. Maar het was onder voorspiegeling dat het om een commerciële zaak ging. Eerst later heb ik begrepen dat het erom te doen was schepen in brand te steken. Om zodoende het bedrag van de verzekering in handen te krijgen. Hebben jullie die kaptein gezien die boven is? Welke? Die met dat dikke hoofd. Daar heb ik 6 jaar mee gevaren. De hele wereld zijn we afgewezen. Maar hoe het komt weet ik niet. Maar aan elk schip gebeurde wat. En je geeft toe dat je op 12 mei 1926, s'nachts tegen 1 uur, in de haven van Marseille Vicarti vermoord hebt en een douane in het water geduwd. Dat is gelogen. Dat was uit zelfverdediging. Vicarti viel mij aan. Trouwens, dat weten jullie heel goed. Nou, dat zou ik dan maar eens bewijzen, hè? En waar zijn dan die papieren gebleven die je in Napels af moest geven? Die heb ik verbrand. Waarom? Omdat ik fatsoenlijk man wou blijven. Toen jullie me destijds hebben opgenomen, was ik zonder middel van bestaan. Maar ik heb nooit gemoord. En gestolen ook niet. Maar toch zag jij er niet tegenop om met ons geld naar Italië te gaan, hè? Dat is zo. Ik was in Frankrijk niet meer veilig. Ik had dat geld nodig. En bovendien, als het daarom gaat, dan zal ik dat geld terugbetalen. Tienvoudig, als jullie dat willen. Oh, ik geloof dat we elkander beginnen te begrijpen. Och, als de heer even de balans wil inkijken van de tegenwoordige zaken van Vergier, dan zullen ze bemerken dat daar een heel aardige winst gemaakt wordt. En om geen tijd te verliezen, heb ik de nodige contracten laten maken, waarbij Vergier ons de controle geeft over zijn diverse maatschappijen, waarvan hij de grootste aandeelhouder is. Je bent gek! Dat is een waanzinnige eis! Wanneer je je wilt herinneren wat je ons 10 jaar geleden beloofd hebt, dan zul je begrijpen dat we helemaal niet hoeven te eisen, maar dat het ons goed recht is die zaken van je over te nemen. Het is in orde, je kunt tikken. En anders? Wat? We hebben een foto van je handtekening. Probeer dus maar niet hem te verdraaien. Ik wil je nog wel even zeggen dat die contracten door een notaris gelegaliseerd zijn. Hoe? Dat is onze zaak. Bovendien ga je er pas vandaan als de aandelen in ons bezit zijn. Dus je tikkert. Ik wil ze eerst doorlezen. Teken, of je gaat aan. Op! Iemand door mij wordt uitgeleverd. Waarom? Laat maar. Eerst teken. Over een uur breng ik hem terug. En dan worden de contracten getekend. Nee, je komt nog niet verder dan wij. Zou je denken. Ze heeft gelijk, de signorina. Tja, Paulino. Breng je maar naar boven, Marco. Omdat hij ontsnapt. Gebeurt dit. Bouw, laat boven de wacht houden en laat die lamp prepareren. Zeggen ze wel eens dat ik besjoeken ben. Maar hoe kan het ook anders? 11 dagen op een vlotje in de Zuidzee. En zonder eten. Haaienvlees heb ik gegeten. En een Chinees.
De bordenwasser. Ah, was naar. Naar. Laat ons alleen. Ga weg. Ken je me niet meer? Ben ik zoveel veranderd? Zo. Mattia. Mattia. Ik ben het. Vreemd, hè, dat ik hier ben. Helemaal niet. Die anderen zijn er immers ook. Waarom ben je niet naar Rotterdam gekomen? Ik heb van niemand orders te verwachten. Heel onverstandig van je. Je werd te verwachten door iemand die het goed met je meende. Wie? Ik. En als je gekomen was, dan zou je vanavond niet hier geweest zijn. In handen van de bende van de politie. Ik was daar alleen. Waarom ben je niet gekomen? En daarom hebben ze me bij de politie verraden. Zij? Ik. Jij? Vraag je niet waarom. 10 jaar geleden hebben wij van elkaar gehouden. Zo. Tot je plotseling wegging. Moest vluchten. En je bent nooit teruggekomen. Ik wou niet weer in hun handen vallen. En ik dan? Was ik er dan niet? Ja, wat wil je? Ik moest me verbergen. Ik was als een opgejaagd beest. Ik heb moeten werken daarna. Ja, wat wil je? Het leven gaat door. En toen heb je me vergeten. Nee, vergeten niet. Ik heb aan je gedacht. Zo even heb je me niet eens herkend. Zeg maar liever de waarheid. Je hebt me vergeten. Inderdaad. Ja, maar ik niet. En ik zeg je dat die tekenen moeten direct. Als we nog langer wachten is het 12 uur, dan is de kans bekeken. Zo is het. En als hij toch weigert, dan verdwijnt hij. Ja. Dat heb ik gedaan. En omdat je vroeger van mij gehouden hebt, meen jij recht te hebben mijn verder leven te kunnen verwoesten. En daarvoor kon je geen beter moment uitkiezen dan juist mijn trouwdag. Ik wou niet dat je met die vrouw samen zou zijn. Terwijl ik voor je verloren was. Weggegooid als aan een vod. Jij hebt hier niet te vragen. Jij hebt te gehoorzamen. Ze willen je geld hebben. Ze willen je de macht hebben. Tenminste. Wanneer ik dat wil. Ik kan het ook anders laten verlopen. Als je wilt, kunnen we vluchten. Vluchten? Ik wil je redden. Op voorwaarde dat je doet wat ik zeg. Maar als we samen weggaan, dan blijven we ook samen. En is dat alles? Dat is alles. En als ik weiger? Dan lever ik je uit. Goed. Ik ga mee. Kijk maar aan. Begrijp goed, het gaat er niet om eerst 12 uur af te wachten en dan weer bij haar terug te gaan. Het lukt je niet. Als
ik terugkom, reken ik op je antwoord. Ga mee. Ben je gewapend? Natuurlijk. Let op de deur. Je koffie. Ik heb het nog wel anders meegemaakt. Dat was in de Rode Zee, met de brand op de tinkas. We hadden een hele kostschool aan boord. Hallo, hallo, juffrouw. Geeft u me onmiddellijk naam en adres van de abonnee van deze telefoon. Nee, juffrouw, het is geen gekheid. Hoe zegt u? Gérard, Villa Montplaisir, Chemin Duval. Merci. En zet u me nu onmiddellijk, verbindt u me onmiddellijk met... En ik zeg jullie nog eens, we moeten hem halen. Maar tenslotte heeft Matthias ons in handen gespeeld. En tenslotte zal ik hem laten tekenen. Ja, dat heb je al eens gezegd, maar doet hij het? Gérard, Villa Montplaisir, Chemin Duval. Ja, de hele band is er. Zijn er minstens 10 mensen. Ja, denk om, ze zijn gewapend. Dringend, dringend. Ernstig inval, groot alarm. Hier, hoofdbureau. Hoofdbureau, direct. Geef dit adres aan Mercier, direct weg, met zijn mannen. Jij, Poulquin, aan de Janvier, zegt dat ik hier wacht op zijn orders. Vlug. Waar laat ik dat tekenen? We wachten nog op. Een chef aan de vrouwen! Ik ben de papier. En jullie hebben ze binnen 10 minuten getekend terug. En ik zeg je dat je beneden moet komen. Hij heeft gelijk. Een momento. De signorina heeft gelijk. Een vrouw als Mattia alles doen kan. Nee! Hier. Merci, Pauline. 10 minuten. Ik heb geen vertrouwen. Ik zat in de sloep. Een heel eind weg. Je kon ze in de verte zien. Net allemaal kleine vlammetjes. Oh, wat een lucht. Net de Zuidzee. En? Oh, ik heb je toch gezegd. Ik ga mee. Hier zijn de contracten. Verscheur ze maar. Rivier. Wat ga je doen? Vertekenen. Ze hebben toch gezegd dat ik er anders aan ga. En bovendien. Wij moeten toch ook geld hebben. Ja. We beginnen een nieuw leven. Breng ze dit maar vast. Dan kan ik de andere nog even doorlezen. Kwestie van controle voor de accountant. Voor 12 zijn ze allemaal getekend. Erewoord dat je meegaat? Dat heb je aan mijn erewoord. Dit is toch een beter bewijs. Het is waar. Breng dit maar vast naar beneden. Zegt dat anderen direct komen. In ieder geval hebben ze voor 12 uur. Toen jij bij ons kwam, toen wist ik dat jij niet zo was als die anderen. Ik wist dat er achter jouw onverschilligheid iets beters dan. Iets. Iets wat ik vroeger nooit gekend heb. Van jou. Van jou hield ik. Begrijp je dat? Ik hield van jou. Zoals alleen maar een vrouw van een man kan houden. Genoeg, Mattia, genoeg. Niet genoeg. Als jij het begrepen had, dan zou je teruggekomen zijn. Als jij gevoeld had hoeveel ik van jou hield, dan had je dat nooit kunnen doen. Maar
kloppen. Niets anders dan een vrouw voor jou geweest. Een vrouw, hè? Die vergeet ik om. Zodra je er niet meer nodig had. En daarom heb ik jou hier teruggebracht. Omdat ik recht op jou heb. Omdat ik door jou in die misère ben gezonken. Dieper en dieper. Diefstal, spionage. Wat ik er gek van werd. Toen je me voor het eerst in je armen nam. Toen zei je heel zacht. Lieveling. Het klonk. Nee. Kun je niet begrijpen hoe? Het herinnerde me aan heel, heel vroeger. De moeder dat tegen me zei. Alleen van jou klonk het anders. Inniger. Dieper. Weet je wat dan? Dan had ik je toch meegenomen. Mattia. Wat is dat? Politie. Politie? Hm, ik heb ze gewaarschuwd. Je liegt. Gek. Je hebt jezelf uitgeleverd. De politie wist van niets. Ach. Ze wisten nergens van. En die agenten van gisteren? Dat waren mannen van ons om je het huis uit te lokken. Je was bijna vrij geweest. Heel veel verdriet. Nee, we zullen proberen tijd te winnen. Ik wil hier redden. Jij? Maar begrijp je dan niet dat ik nog van jou hou? Leg hier! Politie! 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 Weet je het zeker? Politie! Ze zijn van het huis. Ze zijn verhaald. Stil! Verberg je. En geen woord. En ruim die boel op. Vlug, vlug, vlug. Wat is er gebeurd? U is hier bij particulieren. Alleen mijn broer en ik zijn thuis. In naam der wet, maak open. Komt u binnen, heren. Er wordt hier iemand gevangen gehouden. Hier? Kijkt u zelf maar. Wat is er? De commissaris beweert dat er hier iemand gevangen wordt gehouden. Dat moet jij dan zeker zijn. Hoe kun je nou zoiets zeggen? Het gaat hier om iemand anders. Anders? We zijn maar met z'n tweeën hier. En de bediende? U kunt het huis doorzoeken. Het is zo gebeurd. Let u maar niet op de kamers, we waren juist van plan naar bed te gaan. Mijn broer voelt zich niet goed. We wachten de dokter, maar die is niet gekomen. Het spijt me dat u het huis zo zien moet. Alles ligt ondersteboven. Ik zie dat. We zijn waarschijnlijk verkeerd ingelicht. Pardon, heren? Wilt u werkelijk de kamers niet doorzoeken? Tot genoegen, heren. Doe de ketting op de deur. We hebben ons vergist. Hebben jullie die sigaren en sigaretten eentjes op tafel niet gezien? Er is een hele bende in dit huis. We hebben versterking nodig. Maar. Ze gaan weg, ze gaan weg. Gered. Die politie is weg! Weg!
سيدي محمد يا رب. Ik vertrouw ze niet. Dit is de laatste waarschuwing. Jullie komen één voor één het huis uit. Handen in de hoogte en zonder wapens. Onmiddellijk. Alles is in orde. En vooral niet schieten als het niet nodig is. Politie, we zijn erbij. De revolvers. Pak aan. Questo è un amico mio. Staan twee wagens, daar kunnen we allemaal in. En de politie? Daar rijden we pal op in. Francis, Albert, Polit en Bao. Jullie gaan naar de eerste verdieping boven de garage. Zodra je de klaxon hoort, open je het vuur om de weg voor ons vrij te maken. Vooruit, vlug! Dat is gelukkig nooit, ik heb ze van bovenaf gezien. Er rijden veel te veel. Dat is waar, ze schieten ons allemaal neer. Beter dan gepakt te worden. Doe wat ik zeg, vooruit! Garage ligt uit. Er moet snel gehandeld worden. Moet oppassen dat we niet in de rug aangevallen worden. Drie man in de keuken, drie man in de kamers boven. Günther, jij hier en Paulino daar. Ik neem de hal van mijn rekening. Wie heeft het dicht afgestoken? Snel, doe wat ik zeg. Vrij terug. Waar was jij? Ik heb jou geroepen. Jij hebt toch niet? Je bent gek. No.
Ze kunnen niet weg. Hoezo? Niet vragen. Ze moeten 12 uur halen. Oh, dat komt in orde hoor. Hier. حاجة لي ما منوش ضربك الموت بعربي مكتوم دك يا فري واخر روح دك انتو كر alles klaar oppassen let op mijn commando vooruit Yeah, call it.
ba 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 ba. Ik zal morgen bij de officier alles wel uitleggen. Wie is die vrouw? Een slachtoffer.